Welkom terug, dit is Dutch Dragon. We spelen nog altijd Europa Universalis 4. Doen we nog altijd met Hongarije, dat op dit moment best goed bezig is. Een beetje extra tax kan verdienen. Leningen nog wel een probleempje zijn. Die base currency lost dat het op. Ja, het lost het leningprobleem wel op, maar ik denk dat we gewoon even de legerfinanciering lager kunnen zetten. 6 mercenaries, die gooi ik kruis. Doe ik hier ook, overdekt. Zitten we met 6-4-5. 10-4-5. 8-4-5. En bij jou ook, overdekt. En fabricated military coalition. Dat zat er dik in. 8-4-5. King's army. En de prince army. Is het de prins? Nee, maar maakt niet uit. Wow. Ottomans declare war against the Mamluks. Oh, dat zou ik maar wat graag met die gasten nu in oorlog gaan. Niet dat ik het dan automatisch win. Prince Consort Niccolo has tragically died. Lack of protection. 15 diplo power of 10 merchant power in Alexandria. Ah, die 15 diplo verdien ik in een maandje terug. Ik denk dat mijn forten ook wel even uit mogen. Zo. Yes. Ja, de Ottomanen gaan sowieso niet aanvallen. Die hebben nu al een oorlog. Oké, vergeet wat ik zei over geen oorlog. Mobilize the army. Is het de coalition war? Yes, it is. France, Muscovy, Brandenburg, Aquileia en Hungary tegen de rest. Ja, tegen wie wil ik uitbreiden? Ragusa. Oh, Ragusa. Nice, 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 nice. Off we go, die kant op. Wat levert dit nog op? Production efficiency omhoog. Artillery combat. Trade steering. Ik weet niet wat de vloot tegen mij is. Zijn er 17, 2, 3. Ja, nou. Mijn vloot? Ja, mijn vloot. Oké, mooi. Nou, dat is al geregeld. Captured ships, helaas geen. Nou, go home if that warm voor mij ook niet. Maar dat jullie daar binnen komen vallen. Wij regelen het hieronder wel. Dat is denk ik het einde van jouw leger. Yep. Lekker makkelijk. Niks meer aan doen. Oké. Nou, dat lijkt mij een Ragusa. Ik weet niet, kan ik hier veilig staan? Ik denk het wel. Dat is te veel. Dus ga ik jou even daar naartoe. Zo, zo, zo. Mooi. Deze gewoon even rustig uit siege. De rest komt straks wel. Jij mag even daar liggen. Siege of Ferrara is over. Prima. Tegen wie vechten we nou eigenlijk? Toch tegen grote landen als Spanje of zo? Nee, het zijn allemaal kleintjes. Behalve Litouwen. Ja, Litouwen en Moskou houden elkaar denk ik wel in evenwicht. Hoop ik. Moskou moet ook niet te groot worden natuurlijk. Ja, Moskou richt. Oh, Frankrijk zit daar boven te vechten. Lekker handig. Ik kan ook hier beneden helpen. Maar goed. Het is jouw feestje. 10 schepen. Waar is die haven? Die is aan die kant. Oké. Okay. Daarheen dan. Hoppatee. Extra siege. En dan kunnen we denk ik ook richting Ferrara. 17.000. Ja, natuurlijk kan dat. Venice wordt belegerd. Oh wacht, die staan daar gewoon. Is dit Venice in de coalition? Dat zou niet kunnen. Nee, precies. Even bevrijden. Trouwens, ik kan natuurlijk ook gewoon Milaan rechtstreeks aanpakken. Veel leuker. En dan beginnen we in Mantua. Die kan ik leuk veroveren. Oké, dit is geregeld. Maar even samen. Legertje nummer 2. Mag dan richting Parma. Ik werd ook net een beetje te groot. Als je zo uitzoomt dan... Ah. Oeh ja. Frankrijk wint daar. Van een coalitiemacht. Caravan power. Yes please. Want dan heb ik nu de mogelijkheid om een eerste boost in te zetten. Even zoeken waar die zit. Ad policy daar, die ja. Trade efficiency plus 20%. Yes, please. Oké. Okay. Trade.
8,48, dat zal wel iets hoger worden dan, toch? Kijk, 10,39. Tweede kaart erbij. Siege hier loopt goed. Wat hier hebben we nodig? Oh, dit leger mag iets richting Parma. Ik dacht dat ik dat gedaan had, blijkbaar niet. Daar wel heen. Ja, nou, ga je daar naartoe. Prima. Milaan wordt al belegerd. Ja, dit is al gelopen. Deze coalitieoorlog is volgens mij al gewoon voorbij. Nog voordat hij begon. Ik kan claims maken. Ik denk dat hij even niet mag. Nee. Wat doen we hier? Een scup. Fabricate. Oh, dat kan ook niet. Vanwege de. Ja. Die maar even stopzetten. Siege of Wien. Wien is ingenomen tijdelijk. No problem. Is Austria in die coalitie tegen mij? Nee, toch? Nee. Oké. Okay. Ja, ik kan er nu zoveel gaan claimen, maar dat is gewoon niet normaal meer. Ja, dit zou wel leuk zijn hoor. 10 jaar peace met iedereen daar zo. En dan gewoon hier even een flinke stad claimen. Genua, alleen al vanwege de trade power natuurlijk super interessant. Mantua is gevallen, mooi. Zo en zo. Ja, dit wordt pijnlijk. Dat valt trouwens wel mee, want we zijn wel de verdediger hier. Kunnen we nog stopzetten? Nee. Dan laat het maar gebeuren. We zijn niet de verdediger blijkbaar. Dat is vreemd. Het is wel blij, wij worden het vocht in handen, maar goed. Eentje hier. Daar naartoe, juist. Siege loopt al redelijk goed. 61, ja, voor mij is dit gewoon... toch? Ja. Hop. Coalition might form against you with this treaty. Ja, dat lijkt me nogal wie dus. Als we te ver gaan. Zit dit nou gewoon op ijs? Nee, dat vindt niet iedereen even leuk. Dat snap ik. Zijn er landen waarmee ik een individuele deal kan maken? Nee. Maar dit kan ik volgens mij gewoon opeisen nu. Cash. War reparations. Annihilate treaties. Release Nations. Oh, dat is ook nog een leuke. Voor mij kan die er gewoon bij pakken. Maar ja, hoe groot wordt die coalitie tegen mij? Er zijn er een paar die behoorlijk hoog zijn. Er zijn er heel veel die behoorlijk hoog zijn. Maar we hebben bij iedereen een soort van verplichte vrede. Het is interessant deze. Want niet iedereen zit in de coalitie. En hoe ver wil ik hiermee gaan? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag. Ondertussen zie ik dat de timer niet loopt, dus die zet ik even snel aan. Daar gaan we. Hoe ver gaan we hiermee? Ja, dit is leuk, maar niet echt nodig namelijk. Kan ik ook gewoon die twee claimen? Die zijn ook heel interessant. Genua is echt gewoon het leukste, al is het maar vanwege de trade power. En de rest mag je dan houden. Oké, okay, Navy Tradition team erbij, leuk. Zodra het leger dreigt te worden aangevallen, dan kies ik wel gelijk voor Peace. Want ik wil niet hier mijn hele leger op verspelen. Tenzij het om Genua gaat. Frankrijk, iemand? Hulp? Nee? Oké. Okay. Komt hij aan, net op tijd. Thank you. Ja, even samenhouden. Net een beetje extra intimiderend, hoop ik. Qua legers lopen nog steeds gelijk, dus ik moet niet zo link. Die mag ook nog. Die wil je bevrijden. Prima, doe vooral je ding. En daar is Genua gevallen. Oké, okay, pauze. Kunnen we dingen aan Frankrijk geven? Kunnen we dingen aan Moskou geven? Dat denk ik wel. Moskou. Moskou. Moskou? Oeh, veel nieuws. Dat is in ieder geval de hoofdstad.
Moskou, wat is er verder nog veroverd? Ja, dat maakt niet zo uit. Oké, peace. Select. Moskou does not want him. Hij is blij, hij heeft een stukje grond gekregen. Oké, prima. Wij willen dan Genua. Hoppatee. Ja, dat is veel te gretig, dat snap ik. Cash, absoluut. Return Courts. To Venice. Dat zal Venice leuk vinden. Kost me wel heel veel punten. Release Nation. Oeh, dat is eigenlijk ook pijnlijk. Parma. Oeh, Parma is een individuele stad. Yes. Montferrat. Mantua. Parma is wel leuk. En LA Trees. En War Operations, die had ik al. Lijkt me prima dit. Zend de band. Excellent nieuws. 25 extra trade power. Oké. Ik weet niet wie dan in de treaty against mij tegen mij zit, maar... 50 apple points valt me nog reuze mee. Ik moet hier wel even een staat voor zien te maken als het enigszins kan. You can only have 15 states. Tuscany. Oh, dat zijn net allemaal andere stukjes. Dat is wel lastig. Hmm. Ja, dan laat dat maar even zo. Technologie. Tech cost min 10. Lijkt me zeer goed. Domestic trade power. Kan ook nog iets omhoog misschien. Wat doen we hiermee? Trade, diplomatic reputation lijkt op dit moment wel een goede. Kan ik daar nog iemand voor inhuren? Add contribution, zeker. Group minister, improve relations. Lijkt me ook geen verkeerd op dit moment. Improve relations, there you go. Qua tech 10, dat maakt niet. Ja, ik krijg te zeggen dat we hier wel iets extra's kunnen gebruiken. Zo. You can embrace an institution. Embrace. Chuck. En gelijk de mogelijkheid om dan ook een tech omhoog te gaan. Military power. Geeft toegang tot een weapons manufacturer. Oké. Venetian separatist in Treviso. Allen daarheen. En een paar dingen zijn toevallig net verlopen. Bohemia is geen valid rival meer. Daar maken we dan de Ottomanen van. Uiteraard, zou ik bijna zeggen. Gelukkig dat dat weer mag trouwens. Waar is mijn transportvloot? Die is onderweg. Casus Belli, Truce Expired. En er is weer een coalitie. Oh, er zitten er best veel in nu. Ik zou die stad aan Genua kunnen verkopen. Dat is op zich niet zo'n slecht idee. Als het core nou eens heel even stopzet. Cancel. Cell Province. Genua, uiteraard. Wat is die waard? Ja, je hebt niet veel. Nou, dan neem ik het toch maar in. Tak, tak, tak. Ik weet nog een opstand die gaat plaatsvinden, maar zo ja, dan zijn we er in ieder geval klaar voor. Waar we ook klaar voor zijn is het gedag zeggen, want deze aflevering is ten einde. We hebben nog een extra merchant gekregen. Wat mij betreft dan ja, valt hier nog niet zoveel te doen. Oh wacht, het is ook helemaal niet een eindpunt. Het is alleen maar een trade center. Niet per se een probleem, maar toch. Transfer trade. Juist zo. Oké, goed. De timer klinkt. Ik bedank je voor het kijken. Zie je heel graag de volgende keer terug in wat misschien weer een coalitieoorlog wordt. Misschien toch een oorlog tegen de Ottomanen, maar ik denk dat daar niemand voor te porren is. Declare war. Oeh, wel. Frankrijk en Kasteel geven het dan onderling en wij kunnen Frankrijk aanvallen. Interessant. Niet onmogelijk dat we dat doen. We hebben manpower op nul. Ik weet het niet, maar goed, iets om over na te denken. Ik bedank je voor nu voor het kijken en zie je heel graag de volgende keer terug. Heel graag, tot dan!